Vanaf volgend seizoen spreken we niet langer over KFC Heusden en FC Destelbergen. De twee voetbalclubs uit Destelbergen fuseren tot een nieuwe club. Beide voorzitters willen zo de toekomst van het voetbal in de gemeente verzekeren. Wij zijn twee zeer uh, mooie clubs, uh, maar in een gemeente. Uh... Ja, is het soms beter om één grote fusieclub te hebben, waarin dat trainers, spelers, medewerkers en de accommodatie, vooral ook de accommodatie, volledig tot zijn recht komt? En wij zijn ervan overtuigd dat het een keuze is voor de toekomst, voor de komende 50 jaar. Tussen FC Destelbergen en KFC Heuze was er op sportief vlak altijd een gezonde rivaliteit. De onderlinge duel zullen de spelers en supporters moeten missen. Uiteraard gaan we die klasjes missen. Maar bon, dat is twee keer per jaar dat we dat kunnen meemaken, zoiets. Nu gaan we een volledig jaar kunnen samenwerken in de toekomst. En daarnaast zijn er ook nog andere ploegen in de streek waar we zeker alvast nieuwe derby's kunnen tegenspelen. Dus geen probleem. De ambitie van de nieuwe fusieclub mag ook duidelijk zijn: beide voorzitters willen dat Destelbergen een sterke voetbalclub heeft op verschillende niveaus. Ik denk zeker voor de jeugd zullen de ambities hoger liggen. Um, we gaan zeker uh, voor een provinciaal label uh, gaan, misschien zelfs voor een interprovinciaal label, waarbij dat we de vele jeugd die we zullen hebben kunnen laten spelen, zowel op gewestelijk als op provinciaal of interprovinciaal niveau. Dat zal er zeker zijn. Als je doelt op een, een hogere uh, ambitie voor onze eerste ploegen, um, dat is vandaag niet aan de orde. Um, dat is iets wij spe FCD speelt vandaag in eerste provinciaal en in vier. KFC in derde en in vierde. Ik denk niet dat de ambitie vandaag is om onmiddellijk in 1A of in 1 B te gaan spelen. Er komt een nieuwe naam, een ander logo en nieuwe clubkleuren. In totaal zal de nieuwe fusieclub bijna 600 spelers hebben. Hoe dat praktisch zit en hoe de ploegen zullen samengevoegd worden, moet nog bekeken worden. De sportieve cel is er momenteel nog zich over aan het buigen hoe dat precies allemaal in elkaar gaat zitten. Maar iedereen die vandaag binnen de twee ploegen spelen, zullen nog plaats hebben om te voetballen. De twee clubs smelten al vanaf volgend seizoen samen. Dan zullen ze nog altijd op de huidige terreinen spelen. Vanaf het seizoen 2025-2026 zal de nieuwe fusieclub een thuis krijgen op de nieuwe sportsite Nederbroek. Dus wij gaan er alles aan doen om zo snel mogelijk daar de ontwikkeling op de Nederbroek zitten neer te poten. We willen echt wel dat dat een, een hotspot wordt op vlak van sport en recreatie. Er zal daar ook meer komen dan voetbal. We hebben hier al in, in Destelbergen onze hotspot op vlak van sport. En nu gaan we ook ervoor zorgen dat er in Heusden een, een hotspot, een, echt, een echte aantrekkingspool komt op, op het vlak van sport en recreatie. Dat is onze absolute ambitie. De komende weken zullen leden en supporters verder worden ingelicht over de fusie. Op sociale media wordt er vooral langs de kant van KFC heusen ontevreden gereageerd op het fusienieuws.